Evert, ze serveren dit weekend op Beerschot Mechelse koekoek. Gaan we je daar kunnen vinden? Ik heb dat gelezen op Twitter. Ik vond dat echt wel goed gevonden eigenlijk van Beerschot. Ik kan er wel mee lachen. En Mechelse koekoek is echt zeer lekker. Hè? En is volgens mij geen koekoek, maar gewoon kip. Ja. Verpakt als koekoek. Ja, dat is een kip speciaal gekweekt ergens ooit in Mechelen. En dat heet een koekoek, maar dat is een kip. Heel lekker. Zij mogen de koekoek eten, wij gaan wel de 3 punten pakken. Welkom dames en heren bij MidMid. Ik moet contractueel gezien zeggen dat het de voetbalpodcast is van PlaySports en Friends of Sports. Maar eigenlijk weet iedereen dat het eigenlijk de KV Mechelen podcast van Evert Winkelmans is. En onze gast van vandaag omschrijft hij als de keizer. Welkom Wouter Franke. Ja, dat verdient een applaus. Als de keizer komt... iedere keer applaus doen. Ja. Ik vind het heel mooi dat je ook de enige bent die applaudisseert. Dat is niet zo bedoeld. Dat is disrespect van iedereen die achter de camera staat. Wouter, had je al eens van uw bijnaam gehoord? De keizer? Nog nooit, nog nooit. Van waar komt je dan? Nee, ik vind de laatste 3-4 jaar was KV Mechelen een woelige ploeg. En Wouter heeft echt als een rustige keizer, dus niet gelijk de zotte keizers van Rome die soms rare dingen deden. Nee, als een rustige keizer echt vertrouwen en rust in die ploeg gebracht. En dat, ik vind de keizer, ik hou er wel van. Oké. Okay. Ja, onze uitzendingen zijn vaak een beetje gebaseerd op Wikipedia. Je hebt nog geen bijnaam op Wikipedia, dus misschien moeten MidMidders als bijnaam de keizer toevoegen. Dan heb jij echt Wikipedia veranderd. En dan moet dat ook op zijn trainingsvest komen, zo met matchdag, dat er dan DK staat in plaats van WV. Zo is goed, Wikipedia is goed. Het is. We zitten tijdens de opname eigenlijk in een Interlandweek. Het wordt pas volgende week uitgezonden. Hoe hard verschilt een Interlandweek van een normale week bij KV Mechelen? Ja, afhankelijk van resultaten ook, van een flow waarin zitten. Ik denk dat we nu met die 9-9 het iets ontspannender kunnen doen. Maar wel werken, maar gewoon iets meer plezier terwijl we aan het werken zijn. Ja, ik had bij de T1, het Play Sports programma, ik weet niet meer wie het daar gezegd had, maar ze zeiden eigenlijk voelt je als trainer bijna 90% van de tijd ellendig, zeg maar, of onder stress. Het enige voordeel is, dat kan naar 85 zakken als je echt wint de match voor de interlandperiode. Vond ik mooi omschreven. Ja. Is dat dan niet dat je ze extra verlof moet geven als je 3 keer gewonnen hebt, Interland break? Dat moet niet. Nee, nee, maar ja, goed, er zijn wel, in die breaks is wel een moment om een dag meer vrij te geven of het een of ander. Dus daar probeer je wel van te profiteren. Maar ja, kan er ter compensatie ook wel, omdat we in een duurweek zitten, die extra duur wel erbij doen, waardoor ze de extra vrije dag wel kunnen gebruiken. Duurweek, dat is een mooi woord voor heel veel lopen. Ja. Ja. Loopt Steven dan mee eigenlijk? Steven de Voer? Soms. Soms doet hij wel. Ja. Kan hij nog lopen? Ja, ik dacht dat hij... Nee, maar ik dacht dat die zijn kuiten kapot waren. Ja, was vandaag coachen. We hebben vandaag onderling een partij gespeeld, omdat we tegen Deinzen niet... die wedstrijd niet kon doorgaan door COVID-gevallen bij hun. We hebben onderling een partij gespeeld en heeft Kevin 1 ploeg gehad en Steven 1 ploeg gehad. Dus hij kon niet meer lopen. Ah ja, hij was coach. Okay. Ik was coach vandaag. De ploeg van Kevin. 2-0. Eerste match, als coach en direct verloren. Oei, oei, oei. Ja, wat vinden we van het seizoen van KV Mechelen? Ja, wisselvallig. 2 delen. Augustus heel slecht, september heel goed. En een beetje onverwacht, omdat we eigenlijk met wat wij dachten een sterke kern uit de zomer zijn gekomen. En wij dachten op de flow van vorig seizoen, wat heel goed geëindigd is, dachten wij in augustus direct mee te doen. Serijn, Eupen waren niet de beste tegenstanders. We hebben ze verloren en dan in september klikte het ineens wel en hebben we gewonnen van Standaard, onder andere van Union. Dus het is echt bizar. Toch? Heb je het speciaal aangepast? Hier en daar wel natuurlijk, hè, maar ik denk dat het op het begin ook weer een beetje zoeken was. Maar het is de wedstrijd in Serij ligt mij wel nog altijd een beetje op de maag. Waardoor je door een stuk arrogantie bijna die wedstrijd weggeeft. Had helemaal niet gehoeven op die moment. En dan krijg je Eupen en
ik zei toen al, Eupen is een ploeg die veel mensen onderschatten. En die hebben al, als ze met hun elf eerste spelers zitten, dan hebben ze een hele goede ploeg. En dat hebben we ook gezien. Maar oké, okay, daar lagen ook wel kansen. Maar het is wel goed dat we ons herpakt hebben en dat we terug staan waar we horen te staan. Het bizarre is dat er ook een beetje die klik kwam na een Vossing tegen uw ploeg. Hè, waar dat we er, denk ik, 6 op 45 minuten krijgen. Hè, die 7. Dat is bizar dat je dan als ploeg precies nodig hebt om een keer helemaal af te gaan en dat je dat dan als motivatie kunt gebruiken. Maar ja, nodig was dat niet echt. Maar de wedstrijd in Anderlecht zie ik als een wedstrijd waar we ons slechtste en ons beste helft spelen van het seizoen. Het was gewoon een off day in de tweede helft, om het zo te zeggen. Ja, de eerste helft was echt top. Dat was echt... Vincent zei het ook, en het was echt gewoon heel goed. Anderlecht wist altijd de ruimtes te vinden, Anderlecht wist niet wat te doen. Enkel moesten we daar op voorsprong staan aan de rust, en dat was niet het geval. En dan tweede helft in onze druk, zaten we niet meer waar we moesten zaten. En we waren altijd te laat, en als je dan die ruimtes weggeeft en zij zijn dan efficiënt, dan heb je het vlaggen eigenlijk, maar inderdaad. Hoe boos zeg je dan na de wedstrijd of de dagen nadien? Zeg je een trainer die echt rood binnenkomt en vol woede? Goh, nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat ik ik was wel lastig. Maar ik was heel fel ontgoocheld eigenlijk. Na Anderlecht was eigenlijk de moeilijkste week die ik al gehad heb. Sinds ik in Mechelen zat. Zo met uzelf, hè, met uw gevoel en zo. Met uw gevoel en zo. We zullen daar zelfs zeker nog op terugkomen. Maar er is wel al wat gebeurd met KV Mechelen terwijl jij er trainer werd. Ja, maar ja, ik vind het wel opvallend dat. Maar ik ben verantwoordelijk voor het sportieve gedeelte. Hè? En ik denk sportief gezien, ja, gewoon omdat je zo goed speelt de eerste helft. Omdat het echt zo goed was, dat het de tweede helft in één keer weg was. Dat gaf me echt zo'n een soort van hulpeloos gevoel. Of ik weet niet. Maar toch een Heel grote teleurstelling. En. Ja, goed, het heeft toch wel iets langer geduurd dan andere weken om daar terug bovenop te komen. Ik denk dat spelers dat wel voelen als dat maar een paar keer gebeurt. Als hun coach echt zo wat in de put zit, ik denk dat spelers zich dat ook wel dan aantrekken. Alleen een kern die gezond in elkaar zit, dat die zich dat aantrekken. Die respect dat wel, heeft voor een trainer. Ja, en dat wel een hulpmiddel kan zijn. Ik heb wel via gehoord dat sommigen op een ongemak waren, omdat ik veel stiller was dan normaal. Ja. Dus dat klopt wel. Ik heb het nog niet zo teleurgesteld geweest. Ik ben nog nooit zo teleurgesteld geweest als toen. En daarvoor niet in één iemand, maar gewoon in het algemeen eigenlijk. Maar niet het gevoel van dat die groep u in de steek liet? Nee, helemaal anders speel je zo geen eerste helft. Nee, dat was het ook niet. Het was niet een fout van u of zo, dat je zo kon zeggen. Dat had ik anders moeten aanpakken. Je staat en je kan ook niks meer doen, want vijf minuten na de rust sta je in één keer twee golen achter. En terwijl je de eerste helft top was. Ja, en toen was het eigenlijk al geklonken. Ja, je zei het al, jij bent verantwoordelijk voor het sportieve. Maar ik vermoed nu ook, met alles wat er nu in de media en zo komt, over proper handen en dat soort dingen, dat wel in de groep, dat daarover gesproken wordt. Of misschien gefluisterd wordt, want er hangt zowel... Ik heb dat niet gemerkt, nog niet in de groep. Echt niet? Nee, ik heb nog geen enkel vraag gekregen in de groep daarover. Okay. Maar ik denk dat... Een deel van de groep wel meer meegemaakt heeft dan wat er deze week gebeurd is. En dat die dingen wel kunnen kaderen. En dat zijn nog altijd zo... die jongens zijn ook nog altijd de cultuurbewakers van de groep. Waar toch iedereen zijn al vast aan heeft. Dus ik denk dat dat wel een grote reden is dat het rustig blijft binnen de groep. Ja, de sterkhouders die er al jaren rondlopen, die hebben inderdaad eigenlijk al erger meegemaakt. Hè? De vraag, mochten we overgaan en zo, ligt nog vers in het geheugen. Dan is dit, dat is heel erg om te zeggen, maar ik denk, die worden het al een beetje gewoon. Hè? We weten ook dat eraan komt. Om dat af te sluiten, zeg maar. Ja, ik denk ook, de groep aan zich heeft... niet veel meer te maken met al die namen die aan die zaak met KV Mechelen gelinkt worden. Nee, dat is waar. Maar en daar ben ik mee eens. Maar er hangt wel bij iedereen die genoemd wordt een straf van degradatie
Sowieso. Het hoofd. Ja. Het zou zomaar kunnen als het sowieso letterlijk toepassend reglement. Ja. Moet ik denk, zelfs, voor dus spelers is nu het belangrijkste dat ze die rust rond die kern kunnen bewaren, dat ze gewoon op tijd betaald worden, zoals altijd moet, en dat zij zich nog een jaar op dat sportieve kunnen richten. En alles wat erboven is, ik weet dat dat heel moeilijk is, maar je moet eigenlijk afsluiten. Maar ik heb nooit in die situatie gestaan, hè, als speler, dus ik... Nee, maar misschien... Je kan nu refereren naar je spelers. Nee, maar ik probeer me dan te verplaatsen en dat je wel telefoons krijgt, weet je, van vrienden, van familie. Ja, die ploeg gaat toch niet failliet? Of weet ik veel. Of een makelaar die zegt, ja, we moeten nu naar een ander ploeg brengen, want KV, je weet nooit. Dat weet ik niet, of dat gebeurt. Ja. En dat kan wel een invloed hebben. Wat kunnen de spelers doen? Die hebben eigenlijk... het enige wat die kunnen doen is, of waar ze energie in kunnen steken, is wat op veld gebeurt. Hè. Je kan geen energie in steken wat je toch niet in de hand hebt. En dat nee, zo maar ook, je snapt gezegd, wel dat je er misschien wel s'nachts van wakker ligt van, tja, ga ik in die ploeg moeten zoeken? Of... Ja, maar dat is... Ik zeg dat het, een paar jaar geleden was het, stonden we... was nog veel acuter toen. En toen hebben we ook ongelooflijke resultaten neergezet. Zegt wel iets over die groepen. Ja, zeker en vast. Ik denk dat, dat het een goede groep is. Soms denk ik nog altijd nog iets te braaf voor elkaar. Maar ja, liever zo dan. Ze komen wel op het veld voor elkaar ook. En voor het truitje. En ja, goed, dat zie je gewoon terug. En daarmee dat we ons ook kunnen herpakken iedere keer. Dat wil ik wel even aanstippen. Je mocht dat toch niet onderschatten. In heel die periode van dat KV Mechelen in het oog van de mediastorm staat. Die ploeg die heeft waanzinnig gepresteerd. Dat is echt ongelooflijk. Eigenlijk is dat eigenlijk nog meer krediet waard dan dat je in een normale belangstelling zou zitten. Nee, die staan in het oog van de storm, de club alleszins. Pakken een beker, promoveren, doen mee voor play-off 1, spelen play-off 2. Dat is echt wel heel straf. En dat is nu, ik ben supporter, ik zit hier in rood en geel. Ik zit hier in rood en geel. Maar ik denk dat elke fan in België dat ondertussen wel kan wettigen, die spelers van KV Mechelen, die zetten een enorm sterke prestatie neer. Maar dat is ook, uiteindelijk heeft hij zeker een vast gelijk ook, want die spelers die anders gebruiken, wordt dat wel eens gebruikt als excuus, ja, want de gedachten zitten elders en dit en dat. Dat is nooit geweest bij ons. En we hebben toch, en niet gemiddelde prestaties, die jongens hebben al die dingen gedaan wat Evert nu juist opnoemt. Ja, anderhalf jaar, 2 jaar, bijna perfect. Dus eigenlijk zitten we zelfs in een situatie nu, waar straks over zitten we in een situatie nu waar iedereen van vindt een zesde plaats een normale zaak is voor KV Mechelen, maar ik denk dat niemand goed beseft dat niet de normaalste zaak is voor qua budget, qua accommodatie, dat we nog niet een zesde plaats hebben in de algemene ranking. En onder die omstandigheden die in het verleden zich al hebben plaatsgevonden, misschien met nu dan erbij nog, ja, dan is dat wel chapeau voor die gasten eigenlijk. Maar nu, als we qua ranking van clubs, puur qua grootte van de club zelf, dus niet per se wat er nu al op het veld is of budgetair mogelijk is, zijn jullie toch net onder de G6? Dat vind ik qua beleving, qua entourage, qua publiek, qua geschiedenis ook. We hebben best wel een zalige geschiedenis. Dat we hebben alles meegemaakt. Niet vergeten, maar, ja. Nee, maar ja, oké, wel zo'n ploegen zouden ook kunnen groeien, maar die zijn qua supportersaantallen nog niet waar KV Mechelen zit. KV Mechelen zit echt net onder de top 5 op dat gebied. En dat brengt verwachtingen mee. Dat brengt een verwachtingspatroon mee. Mensen komen achter de kazerne en denken, wauw, amai, die club die leeft. Hier moeten grote budgetten zijn, hier moeten grote sponsors zijn. Je ziet ook in het staan. Je denkt, oh, dat gaat hier over veel geld. Maar daar moet de club nog stappen zetten. Dat is helemaal niet zo. Dus ja, ik denk dat... Wouter mag dat misschien niet zeggen, maar die club overperformt wel al een paar jaar, vind ik. Ja, okay, misschien niet veel, maar ze halen er wel echt het maximum uit. Valt iets voor te zeggen. Misschien moet het volgende hoofdstuk propaganda aansnijden. Hoe goed is Rob Schoofs van 1 tot gouden schoen? Oh. Want meneer daar mag stemmen voor de gouden schoen en hij heeft Rob Schoofs op 1 gezet? Op 2. Op 2. Ik heb hem 2 punten gegeven. Maar ik heb hem op 1 gezet. Ja, hier zij. Dus Rob Schoofs heeft al 5 punten. Kan ik vertrekken? Nee, maar ik denk dat tweede ronde van vorig seizoen heel hoog niveau gehaald heeft. En ik heb altijd gezegd van als die dat kan herhalen in het begin van het seizoen en datzelfde niveau halen, dan gaan ze wel rekening met hem daarin mogen houden, individueel gezien. Maar en het is natuurlijk ook altijd een stuk chauvinisme erbij. Maar, zeker, hè? Voor alle duidelijkheid. Je gaat er bij Genk en Brugge toch grotere kansen voor zijn voor de gouden schoen. Maar.
Ja, goed. Die hebben, iedereen, dat zijn topclubs. Daar zo mankeren dat daar geen gouden schoenkandidaat tussen loopt. Als je zoveel miljoenen per transferwindow uitgeeft, natuurlijk. Dan zou je toch wel eens ergens een goede moeten kunnen gaan halen. goed. Het is wel zo. Rob is gekomen van de bank van Gent, zeker. Hè? Ja. Dus uiteindelijk doet hij het gewoon goed. Hè? Maar het is misschien ook cliché, maar het is ook een geheel. Hè? Het is de rol waarin je moet en degene die rond u staat, die je laten presteren in de manier waarop je het liefste hebt. Dan kan je goed presteren. Ja, ik denk, wij hebben de gouden krok ingevoerd. De stemming is natuurlijk de definitieve stemming, speelt op het einde voor de meest ondergewaardeerde voetballer. En daar heeft al een paar stemmen gekregen, heb ik gezien. Ja, en Stef Peters was ook heel goed. Ja, ik vind... Ook terecht, vind ik. Karel Dane werd ook genoemd, ook, van Kortrijk, ook terecht. En Christophe. Vond ik vier goede namen. Ja, Christophe, sorry. Karel Dane, dat is al enkele jaren geleden. Ja. Morioka werd genoemd. Dus er zijn best wel inderdaad spelers bij kleinere ploegen die een heel hoog niveau halen. En moet er op Schoofs een transfer maken naar een Brugge of naar een Genk om in die spotlight te komen. Ik vind dat een verkeerde gedachte. Het zou zijn kans op de gouden krok verlagen. Ja, dat wel. Maar op de gouden schoen verhogen. En als hij graag naar een chic feestje gaat... wordt de gouden krok niet een zot feest? Dat wordt gewoon Bikkie Burgers en Bitterballen. In kostuum. In kostuum, ja. Voilà. Wie ik ook goed... die goed bezig is, Hugo Kuipers. Ja, zeker. Mag gezegd worden? Is dat uw vondst? Ja, ik volg Hugo al van toen ik trainer was in Lommel. Toen zat hij in de belofte van Standaard. Dus uw vondst. Maar hij heeft wel omzwervingen gedaan naast Standaard. Ja, want de moment dat... Tom van Imschoot was toen technisch directeur van Lommel. En toen wilden we hem wel gaan halen. Maar toen was hij juist naar Griekenland. Had hij een akkoord om naar Griekenland te gaan. En dan heb ik hem nog één keer op de lijst laten zetten in Kortrijk toen ik assistent was. Maar hebben ze niks mee gedaan. En nu kan ik even meegaan. Maar het is gewoon... Hugo heeft ook wel... De stijl van KV Mechelen, de DNA van KV Mechelen. Hè? Dus met zijn stijl van spelen is het een speler die daar heel goed past. Maar jij... Wat bedoel je dan? Hard werken? Werken, en... bloesje nat maken en zorgen. Dan krijg je het heel stadion achter je. En dan, wat technisch is er misschien nog wel wat groeimarge. Maar is er groeimarge, maar hij heeft ook wel een stijl dat je een beetje niet ziet dat het soms toch... En het is iemand die daar heel veel op werkt. Het is iemand die... vraag maar aan Steven, want Steven is er constant 1-op-1 mee bezig. En niet omdat Steven aan zijn mouw zit te trekken, gewoon omdat hij aan de mouw van Steven trekt. Ja, wat je zegt kan misschien wel kloppen, dat het bij hem door zijn stijl minder opvalt dat hij wel de basistechnieken goed heeft. Ik zag die goal tegen Standaard, die aanname, die chip, dat was technisch in orde. Maar voor de rest van het seizoen is toch vooral heel veel lopen, heel veel werken, zelfs terugzakken op middenveld, ook bij de verdedigende corners heel hard werken. En ja, dat technische, daar kijk ik dan bij hem niet naar. Dan kijk ik naar Schvet, Storm, daar valt dat misschien harder op. Ja, maar het is ook iemand die heel, heel hard bezig is met hoe wij willen spelen, wat onze principes zijn en hoe hij daar het beste in past. Ja, tekenen dus, dat zul je ook al weten, hè, dat hij x aantal wedstrijden had opgevraagd van ons, van goede wedstrijden, voordat hij in Mechelen was, om te kunnen kijken hoe hij speelde en hoe die spitsen speelden en hoe zijn rol zou moeten ingevuld worden dan als hij hier zou zijn. Dan weet je als coach wel dat je een goeie in huis hebt die gemotiveerd is. Ja. Als die al beelden ziet op te vragen. Maar voor... er zijn er wel redelijk wat bij ons die op die manier maar staan. Maar doen makelaars dat niet vaker voor de speler dan? Wat bedoel je? Ja, als een transfer in de lucht hangt, dat een makelaar wel wat beelden vraagt om met de speler te bespreken of zo. Ja, misschien. Ben ik zo naïef? De goede makelaars misschien, ja, okay. Of de anderen die zouden zorgen. Die ik, zeggen weet, van... ik denk dat je dat wat overschat. Ja, nee, maar... Dat is zo raar, dat gaat over je leven, maar goed. Ja. Ik denk dat de motivatie moet van de speler zelf komen. Ik denk dat dat zeer belangrijk is om als coach te voelen. We hadden hier vorige week Trossard, die coach van Brighton, die is helemaal naar Tubize gekomen om hem te babbelen, het spelsysteem uit te leggen. Ja, de Kuipers die beelden opvraagt. Ja, als je dat voelt, weet je, dat is Leandro hem. Zei ook dat echt wel de doorslag... Ja, dat maakt een verschil. Natuurlijk. Maar dan spreek ik over inhoudelijk, dan spreek ik over... Want hij had ook al opgezocht. En hij vond dat Brighton niet zijn voetbal speelde. Die trainer kwam dan uitleggen, maar we willen het
Ja, dat is toch het mooiste wat er is. En dan weet je ook dat je iets aan elkaar gaat hebben. En dat wordt nog veel te weinig gedaan. En dat is ook met trainers zo. Want toen ik ging... de eerste keer dat ik met KV Mechelen, toen ik assistent was in Kortrijk, heb ik gebabbeld over inhoudelijk hoe het ging doen. Met principes die op papier staan, niet principes die je zomaar een keer zegt in je hoofd. Waar je kan aan vasthouden, waar je kan op terugkomen. En ook laten zien en ook met beelden getoond. En dan weet je dat je inhoudelijk wel iets hebt. En ik denk dat er nog veel te veel beslissingen worden genomen over, ja, ik heb horen zeggen dat. En het lijkt mij dat die dit, en dat kunt beter toch over, als je wilt dat je er iets komt waar je achter staat, dan moet je toch weten wat er gaat komen. Te goed. En dan heb ik het liever op die manier. Dat is mij ook ter oren gekomen bij de keuze toen Dennis van Wijk moest vertrekken bij KV Mechelen in tweede klasse en dat ze keuze hadden uit heel veel trainers, dat de PowerPoint-presentatie van Wouter Franke de doorslag heeft gegeven. Dus daar moet toch wel iets fenomenaal in gestaan hebben. Nee, het is geen rocket science. Hè. Het is gewoon dingen hoe ik het zo liefst doen. En mogen we die niet zien? Zeer gedetailleerd dan. Als het geen rocket science, ja, dat is geen geheim. Je mocht die zeker zien, maar ik heb hem wel niet bij natuurlijk. Nee, dat is geen probleem. We mochten die zeker zien, daar is staan ook geen geheim. En dat is gewoon, de manier waarop het... het liefste zien gebeuren. Dat is wel uw geheim recept. Als je dat is misschien toch geheim. Dat is niet geheim recept. Ik denk dat het belangrijk is als je trainer bent, dat je bijvoorbeeld bepaalde ideeën staat en je bepaalde ideeën wil terug laten komen. En duidelijkheid en is gewoon heel belangrijk naar spelers toe. Als je zelf niet juist weet wat je in je hoofd hebt, ja, hoe ga je het dan naar spelers toe brengen? Daar zit nog een beetje storing op die communicatie of op die lijn. Ja, dan wordt het heel moeilijk. Maar als je alles klaar hebt voor jezelf en dan is het ook duidelijker naar de spelers toe, dan zeg je het tegen de spelers, dan laat je het zien aan de spelers en dan laat je het doen aan de spelers. En dan krijg je pas juiste principes ingetraind, denk ik. Zo na de 0-9 van dit seizoen, dan twijfelt je ook niet aan je principes? Nee, dat hoeft niet, ja. Ik twijfel er niet aan, omdat ik weet dat de spelers er ook achter staan en de spelers ze ondertussen echt wel onder de knie hebben. En het blijft sport natuurlijk. Hè. Het is niet dat je, omdat je goede principes hebt, omdat je de wedstrijden wint. Het is dat je een goede basis hebt, een goede kapstok hebt voor de spelers, zodat ze op iets kunnen terugvallen en constant hetzelfde proberen te... Of op zoveel mogelijk momenten hetzelfde proberen te denken in een wedstrijd. En dat denk ik dat een grote troef is als je een match speelt. Oké, maar een van die principes is wel proberen toch snel uit te voetballen over de grond van achteruit. Als je ziet dit seizoen, dat gaat een paar keren echt valikant mis, dat ook het stadion erop springt, denk je dan niet van oei, misschien moeten we dat even gaan veranderen en laat ons direct een linie overslaan, trap hem nu maar eens lang. Niet speciaal, omdat je die fouten die er gemaakt zijn, dat is dan een bal te kort of van die dingen. Ja, dat is pure concentratie, maar het gaat over ruimtes vrij krijgen. En als je opbouwt van de keeper, spelers weten ook, we hebben ook ingetraind op het begin van het seizoen en spelers weten ondertussen hoe ze moeten opbouwen als je tegen een 3-5-2 speelt die druk zet of een 4-3-3 die druk zet met 9 en 10 of met de 9 en de flank of eender wat of met een ruit of zo. Ze weten normaal gezien, als ze weten, ja, dat spelen ze en dat zien we, de verandering zien we, dan moeten ze eigenlijk kunnen aanpassen in de opbouw. En die ruimtes liggen dan gewoon net ergens anders, maar als iedereen weet op diezelfde moment van ja, het is daar dat ze moeten zijn, dan kun je het op elkaar laten inspelen en dat is zo'n beetje... En verwacht je wel een enorme voetbalintelligentie, hè? Van veel spelers? Veel training. Ja. Veel training, denk ik. En het is niet zozeer dat je alles moet zien of zo, maar als je... Ja, het is gewoon... Alles is training, hè. Alles maar is training. Maar jullie hebben ook niet een super jonge ploeg of zo, hè? Er zit wel al wat ervaring, eerste klasse ervaring in die ploeg. Ja. Ja, ja. Het is een beetje mixed, hè, nu ja, met die erin zitten. En er zijn ook natuurlijk, wat in die principes een voordeel is, dat er sommige jongens zijn die bij mij spelen sinds ik in Mechelen ben en die niks anders geweten hebben dan die principes eigenlijk bijna. Dus die kunnen dan ook natuurlijk op het veld of in een training nog wel eens aangeven aan degenen die er nog minder mee gewend zijn om aan te passen of zo. Maar op zich loopt dat wel goed. Een kleine bijvraag. Is dat dan geen afschrikking voor nieuwe spelers te gaan halen? Allee, bijvoorbeeld Ferdi Druif, die zit nu vaak op de bank. Is dat dan omdat die niet meer in die geoliede machine kan komen? Dat heel moeilijk is om in die groep te komen? Omdat die al
aan die principes vasthangen? Nee, omdat Ferdi heeft daar... Ferdi was gewoon iets minder in vorm op een gegeven moment. En ik heb er met hem over gepraat en hij weet dat zelf ook. Maar ik denk, ook deze week zien dat hij is terug... teruggretig en hopelijk terug stilletjes aan waar hij moet zijn. En natuurlijk, als de ploeg goed draait, dan is het altijd moeilijk. Ja, dat is overal zo. Maar ik wil maar zeggen, Ferdi is een schoon voorbeeld vorig seizoen bijvoorbeeld, omdat hij bij AZ moest spelen of speelde, dat als de bal aan één kant is, dat hij al positie moest gaan kiezen voor het doel om juist te staan in de box. En bij ons is dat net niet. En bij ons moet hij eigenlijk aan de balkant zitten op een gegeven moment. En, ja, omdat AZ een vroegere voorzet geeft? Of? Ja, ik heb niet verder gevraagd over AZ, maar toen ik hem bij onze principes confronteerde en daarover sprak, toen zei hij, ik moet gewoon het bijna tegenovergestelde doen met AZ. En dan is het normaal dat zo iemand daar stap voor stap gaat. Maar je ziet wel dan, eens als die bezig was, en dat is ook gebleken op het einde van het seizoen ook, en dat is mooi voor hem ook, en dat is ook dat, voor zijn gevoel ook op die moment, en dat is ook waarschijnlijk een van de redenen dat hij gewoon terug wou komen, had hij het wel te pakken en zat hij wel terug in onze principes en in onze manier, zal ik zeggen. Dat gaat wel, dat heeft gewoon soms heeft dat tijd nodig, maar schrikt het sommigen af, vroeg je ook. Maar is helemaal net niet zo, denk ik dan. Want als je weet als speler van ik ben goed in dit of dat, en je weet dan duidelijk van we gaan dit of dat doen, ja, dan zit je sneller overtuigd om dat te gaan doen. Tegen als je eigenlijk, als het zo'n beetje grijze zone blijft, dan denk je dat het moeilijker is om te beslissen tegen als je zegt van maar die gaan zeker spelen hoe ik graag heb. Klopt. Moet je dan zo Steven de Voer, als die in uw staf komt, moet je die overtuigen van uw visie of moet die meegaan? Of is dat, mogen uw assistenten hun eigen... ook wel ergens doen? Jawel. Zeker en vast. Want zeker een idee zeggen, maar Steven kent natuurlijk de principes van als speler al. En is op een heel goede manier bij ons gekomen, denk ik, omdat hij... Geblesseerd. Sommigen willen direct alles dan. Als ze stoppen, direct hoofdtrainer of dit of dat. En Steven heeft eigenlijk gezegd van, kijk, ik vind het goed als ik met de staf kom en dan dat we samenwerken en dat ik een plaats leer kennen en dat ik goed zie achter de schermen wat er nodig is en zo. En waarschijnlijk zal die wel naar de toekomst of korte of lange toekomst, dat hangt van hemzelf af, de ambitie hebben om hoofdtrainer te worden of zo. Maar hij is wel op deze moment belangrijk en staat er wel goed in op deze moment. Ja, het is een heel ander begin van zijn trainerscarrière als wat jij zelf gedaan hebt. Jij zei echt, als T1 begonnen, wel serieus afgezakt van niveau. Ja, serieus, vierde provinciaal. Ik weet niet of dat... Ik snap wat je bedoelt, dat is niet zo ver van Mechelen af. Gast, jongen, echt waar. Ze hebben ook eens 7 golen gemaakt. jong. Kom op. Hey. Nee, maar dus, ik had niet dan... Ik was met een beetje irritatie en frustratie gestopt met shotten. Door de blessures en zo? Nee. Ah. Ja, of ik ben moeten stoppen door mijn artrose op mijn heupen. Ja. Maar gewoon, ik kan niet tegen achter de rug en schijnheiligheid en die dingen, kan ik niet tegen. En dat was wel wat... Het begon mij, naarmate je ouder wordt, kunnen dat ook irriteren, dat meer en meer. Oei. dat belooft bij ons. Ik ging de grap niet maken, maar... En ik had eigenlijk niet de obsessie, zal ik zeggen, om in het voetbal te blijven. Maar goed, dan als een kameradendienst dan terug begonnen op heel laag niveau. En dan, als het goed gaat, en op een gegeven moment kwam dat terug op mijn bord natuurlijk. En dan heb ik dat wel gedaan. Maar als je zelf beslist, ik stop bij shotten en ik wil in het voetbal blijven, dan dat parcours te maken van mij, dat is, dan moet er ook wel... een portie geluk bij zitten. Ik vind het wel mooi dat het dan eigenlijk, per ongeluk is het niet natuurlijk, maar dat het onbedoeld zo'n enorme wending heeft genomen. Misschien, want je moet wel snel merken, bij de twee eerste ploegen, superveel gepromoveerd. 3 keer in totaal, denk ik. Ja, ik vind het gewoon voor mezelf leuk dat ik in iedere reeks van België, van Belgisch voetbal trainer geweest ben. Gewoon, uniek, denk ik. Dat is gewoon de vierde, derde, tweede, eerste en dan alle amateur. En maar met 4 ploegen. Ja. Dat is ook het slot, want je hebt ze zelf altijd hoger gebracht.
Ja. Maar zo Gravelo, uit een soort van kameraadschap, daar dan toch aan begonnen. Misschien is dat net die vrijheid, dat niet die druk is van oei, ik moet hier een job gaan zoeken in het voetbalwereldje. Het is net, misschien net die vrijheid van... het hoefde zelfs voor u niet. Nee, die vrijheid zorgt misschien wel voor betere prestaties als coach. Maar Yves Kloots kent je ook. En ik stopte met shotten en ik gaf een bepaald interview direct daarna. En toen vroegen ze me ook van, ja, nu is de volgende stap trainer zijn en zo. En ik zei echt van, ja, waarom zou ik dat willen doen? Want die schnelligheid en dit en dat. Ik wil, en toen heeft Yves Kloots mij opgebeld en die zei van, het is goed dat je dat verteld wordt of dat is gezegd wordt, maar je gaat toch niet denken dat iemand van het wereldje daar wakker van gaat liggen morgen. Dus die lezen dat, die denken daar misschien 2 minuten bij na en het gaat verder zoals het altijd gegaan heeft. Hij zei toen tegen mij van, kijk, als je iets wilt veranderen, ja, dan moet je... Dan mocht je niet weggaan. Dan mocht je niet weggaan. Dan moet je het zelf gaan doen en doe het gewoon op uw manier. En, zie je, en toen erin gerold, heel toevallig iets daarna dan, bij Gravelo. En dan met kameraden erbij en zeggen van, kijk, ja, weet je, doe dat op je eigen manier. En je moet ook aanpassen. Hè. Ieder niveau, vierde provinciaal, moet je niet aanpakken zoals nu in KV Mechelen. Maar en andersom ook niet. Was dat ook met zo'n powerpoint, die vierde provinciaal. Ja. Jongens, we gaan druk zetten op de 9 en de 11. Wat? Nee, dus daarmee, dat is gewoon stap voor stap. En je groeit zelf ook mee stap voor stap. Dat is ook het mooie ervan natuurlijk. En, maar goed, ik ben er wel content mee dat het zo gelopen is. En ook wel ergens dat je nu weet wat je hebt verworven door in eerste, met ja, de luxe, de camera's, de betere spelers. Je weet wat het is om ook in Vierde Provinciaal in een klein kantien te zitten. Misschien ja, speelt dat ook kantien mee. Was niet zo klein, zo'n Gravelo. Nee, dat was een chique accommodatie. Voor de feestjes en zo was dat eigenlijk. Ja. Chique accommodatie ga ik niet zeggen, maar de kantien was wel groot. Dat is Limburg, daar zit geld, hè, dat is... Nee, maar het is wel zo dat je, ik vind op menselijk vlak daar ook wel veel aan leert. Want als ik speler X, Y of Z de huid vol scheld, ja, die komt misschien met een langer gezicht, maar die komt morgen terug trainen, omdat ja, die moet komen trainen, die is betaald voor te komen trainen. Ah, ja. Maar als ik dat in Gravelo doe, dan blijven ze thuis. Als je dat dan zeggen van ja, voor die paar euro's of voor die 3 drankbonnetjes kom ik hier, dan blijf ik thuis. En dan moet je ook daar gewoon een groep van maken, proberen te maken. En alles heeft zijn, alle niveaus en alle dingen heeft zijn leermomenten. En daar, als je die probeert mee te... Ik vind het belangrijk dat je die meepikt. Ook in de jobs die ik tussen gedaan heb, toen ik shotte en trainer, proftrainer was, op het gewone arbeidsmarkt. Ik heb daar ongelooflijk leuke contacten en dingen geleerd die mij zeker en vast nu zullen helpen. Wat mij wel opviel, het gaat dan goed met Gravelo en Te Senderlo. Gaat dan naar Lommel, maar heel kort maar... En je stapt ook op terwijl jullie aan de leiding stonden. Ja. Wat is er daar dan misgelopen? Helemaal niks eigenlijk. Want dat is een beetje hetzelfde als wat Steven nu doet eigenlijk. Op een ander gebied wel. Maar ik ben dus in Gravelo begonnen en dat ging crescendo. En 2 promoties toen bij Gravelo 2 promoties, van vierde naar tweede. Dan heb ik 5 wedstrijden in tweede met Gravelo getraind. Dan ben ik naar Tess gegaan. En die speelden in eerste en dan zijn we daar gepromoveerd en nog eens gepromoveerd en dan zaten we in tweede amateur en dan zijn ik naar Lommel gegaan, eerste amateur en, maar toen ineens, ja, ik was al op prof, maar toen ineens kwam, ja, je staat daar eerste, kwam het echte het proftrainer en de job eigenlijk in zicht en toen dacht ik van, oh, maar ja, ik heb hier, dat is puur op mezelf, puur tot nu toe. En ik vond dat ik meer bagage moest hebben in mijn rugzak voordat ik zelf echt proftrainer werd in de profreeksen bij ons dan. En toen heb ik gezegd, ofwel ga ik die zoeken door terug een stap lager te doen als trainer T1 en dan stages en weet ik het wat, met mensen te praten en ofwel ergens assistent te worden in de profreeksen dan. Want op het moment dat ik stopte bij Lommel, was er niks eigenlijk. Ja, maar jullie staan wel eerste. Je stond dus eerste. Het is niet dat je het slecht aan het doen werd, of? Nee, maar ik had zoiets van, kijk, ja, nu speel je kampioen en dan zit ik daar ineens in die profreeks. Dus een beetje schrik ook wel voor, ik slaag stappen over. Ja, vooral dat. Hè. Vooral, ik begin niet graag aan iets als ik niet zeker van ben dat ik de rugzak ervoor heb om dat te doen.
En, zot. Dat is tegenovergestelde van hoe ik in het leven sta. Ja, dat is ook, maar dat is ook het pijnpunt soms. Hè. Dat is, allee, dat je nee, ja, gewoon klopt. Ergens... Ja, gewoon en als je te vroeg gaat, kun je een keer twee, drie niveaus terug moeten zakken. Ik snap het wel, maar ik vind het wel raar als je eerste staat. Want dan... Het is ook heel atypisch in de voetbalwereld, waar iedereen denkt dat hij de allerbeste is en de Champions League gaat winnen, denk ik toch? Dat denkt toch iedereen die op het veld staat of die als coach werkt? Ja, zeker. En jij denkt dan... je waart zelfs al een beetje hot, want als je daar... KV Mechelen, Kortrijk werd toen al genoemd om T1 te worden. Gaat er dan uiteraard niet op in, maar... toch niet bij mij in ieder geval. Er is nooit gesprek geweest van T1 te worden toen met die ploegen. Ik vind dat wel. Bij Lommel waren ze toch kwaad. Dat kan niet anders. Die laat supporters, je wel vallen. Ja, supporters. Maar niet bestuur, omdat ik daar open geweest ben tegen. En daar heb ik nog altijd goede contacten met die bestuursleden van toen en zo. De voorzitter bijvoorbeeld. En Tom. Want dat was voor Man City er kwam. Hè? Voor de Citygroep. Het blijft toch een zeer bizarre beslissing om in een seizoen al wat wedstrijden te winnen, aan kop te staan in eerste amateur, wat voor heel veel coaches al het summum zou zijn. En jij zegt gewoon ciao, bye. Ik ga het niveau terug. Daar komt op neer. Hè. Ja, achteraf bekeken je natuurlijk de juiste zet, maar dat wist je toen niet. Hè? Ja, dat weet je nooit. Ey, dat weet je zelfs nu nog niet. Hè. En dan word je assistent van Glenn de Boek, die nu... En gaat het goed, hè? Ook? Nee. Ja, toen. Ja, zeker weten. Ja. Straf prestatie toch met Kortrijk toen. Maar ook met Stalens erbij. Ja. Dat was wel een heel sterke trainerstaf. Een beetje een trio. Ja. Maar wat heb je daar dan opgestoken? Dat je zegt, ik had nog wat meer bagage nodig. Wat is dan die bagage dat je... Ik deed alles zelf, hè, tot dan. Tot dan deed ik echt alles zelf, hè, van fysieke dingen en alles en beelden en weet ik het wel. Ook diëtist en zo, de voeding? Tot op dat moment was dat nog niet nodig. En tot in mijn test was dat nog niet nodig, omdat voeding en zo, dat was spelers bij hun thuis. Maar tot dan deed ik alles zelf en nu was dat zoiets van, ja kijk... Hoe kan je delegeren? Want dat is hetzelfde wat Steven nu doet. Zo, wat kan je verwachten als je in een bureau bent? Want als speler heb je geen idee wat er in het bureau van de trainers gebeurt. Daar ben ik 100% zeker. Maar goed. Nee. Waarover, waarover jullie praten, dat besnappen spelers niet. Die weten niet over waarover jullie aan het praten zijn. Niet alles. Ja. Maar ook over taakverdeling en zo, al die dingen. En kon ik eigenlijk gewoon ook vanuit de schaduw, zal ik zeggen, een beetje kijken van dat kun je verwachten. En dat wordt ook geapprecieerd en dat wordt niet geapprecieerd door spelers soms. En zo kun je wel een inschatting maken. En je kan soms is gewoon ook bevestiging krijgen, ook leren. Hè? Mm-hmm. Gewoon zeggen van, dan liever hoe ik het deed, dit dan, dan het over te nemen. En dan heb je ook weer iets bijgeleerd. En was Glenn de Boek dan de juiste man om van te leren? Ja, ik denk van wel, want je hebt natuurlijk voor- en tegenstanders van Glenn de Boek, maar ik denk dat hij er wel veel eisend is voor zijn staf en ook wel coachend naar zijn staf toe. Was toch op zijn vraag dat er wel de nodige ervaring met jullie binnenkwam? Ja, ik denk dat... ik ben aangenomen door de club toen. Hè. Dus hij had Lorre... Dat zei hem hier al niet. Hij had Lorre mee. Hij had Lorre mee en ik ben aangesproken door, door meneer Alens. Maar goed, als hij dat niet wou... Ging dat niet gebeurd zijn, vermoed ik. Ja, ik heb een gesprek met hem 1-op-1 gehad, hè, omdat de club absoluut een assistent van de club ook wou. Snap ik. En toen heb ik met hem gesproken en toen, toen was hij akkoord ermee. Dus zijn we ermee begonnen. Cool. Het was wel echt het slimme zet van Kortrijk. Achteraf bekeken, dat hadden ze wel wat langer moeten volhouden, denk ik. En we hebben Glenn hier te gast gehad en hoe dat toen een beetje uit elkaar is gevallen met Lorenzo Stales, die dan ook door de club moest vertrekken en zo. Dat is wel, daar heeft Kortrijk toch een fout gemaakt, denk ik. Maar ja, dat is achteraf. Hè. Ja, ga naar Mechelen, we hebben het al besproken. Het ging heel goed, of het gaat heel goed. KV Mechelen onder Franke. Er is toen Mazou vertrok bij Genk, interesse geweest van Genk, laat me zo zeggen. Maar jij tekent bij... Is er dan geen gesprek geweest met Genk op dat moment? Of? Nee. Ik teken bij. Het is te zeggen, Kevin Mechelen, want dat is zo'n perceptie die er heerst, dat ik Genk gebruikt heb om een Mechelen te verlengen. Het is goed dat ik het zelf niet moet aanhalen, want dat zijn niet zo, maar er is mij wel gezegd dat onder toen Dieter Pennings je absoluut wou houden en je gewoon een enorme loonsverhoging heeft gegeven, omdat hij schrik had u kwijt te raken. Het ging maar vooral... ik vind dat daar niks mis mee. Nee, dat maakt niet interesse. Maar het ging er ook vooral over dat ze wouden dat er een afkoopsom in... want er stond geen afkoopsom in mijn contract.
Dus als er nu echt iets concreet moest zijn met club X of Y, ja, dan was dat, was ik zo kunnen weggaan eigenlijk. En zij wilden absoluut een afkoopsom in dat contract zetten. Ja, dan begin je terug te onderhandelen over een contract. Ja, en dan mag er ook iets tegenover staan. Ja, ja, dat snap ik zeker. En hoeveel moet jij nu kosten dan met die afkoopsom? Oh, moet ik eens terug nakijken. Dat weet jij niet. Jawel, ik weet het wel. We gaan dat in uw PowerPoint zien. Ja, maar het zal voor geen enkele topclub in België te veel zijn. Dat kan, dat nee. Denk ik niet. Nee, dat zou ook onterecht zijn. Ik vond het gewoon raar als je Clément ziet, die was dan Bever meteen redelijk snel verlaat. Heel snel, Genk. Ja. Maar ik merk het al aan de verhalen die je nu vertelt. Dat gaat niet je stijl zijn, denk ik. Om snel en opportunistisch, want ik vind maar dat als snel trainer... is het, kan het al niet meer, hè. Hij, nee, heeft, voilà, maar hij blijft wel, al 3 jaar. Toen, al wel, maar dat is een vraag. Hoeveel keer komt een trein voorbij die echt een kans geeft bij een echte topclub? Bij mij nog niet. Nog niet? Nog nooit concreet? Nee. Ja, dan... Dat is raar, toch? Ja. Maar ja, wat we daarnet zeggen, een stap hogerop in België is meteen een topclub. Hé, hey, maar van mij mag jij de Arsène Wenger van Malinois worden. Ik ijver daar ook voor, want straks denken al die fans die nu kijken, Evert, verdomme, je zet Franken aan het buitenjouwen en zeggen dat hij hogerop moet. Nee, ik zeg, als jij gelukkig bent met 20 jaar KV Mechelen, ik ook, hè. Dus dat mag, hè. Maar Vincent Manaert zat in extra time. Ze worden kampioen met Club Brugge. Clément had nog niet bijgetekend, dat was nog niet zeker. Ze begingen over Blessing aan tafel. Ah, en misschien de opvolger van Clément bij Brugge. En hij zegt zelf, ja, maar er is ook Wouter Franke. In de laatste uitzending van extra time vorig seizoen. Heb je dat meegepakt? Nee. Dat geloof ik niet. dat is nee, toch sowieso iemand... Dat vond ik heel opvallend. Heel opvallend. Maar goed, ja, dat is niet concreet of zo. Nee, dat is een waardering. Ja, sowieso. Als dat zo gezegd geweest is. Want uiteindelijk, wat moet je nog geloven wat er gezegd wordt ook. Maar als dat zo gezegd wordt, is dat echt wel leuk natuurlijk. Omdat hij u vernoemt. Maar ik heb daar ook niet van wakker liggen. Ik vond dat zeer opvallend. Omdat inderdaad toen was blessing. Dat was precies de nieuwe hocus-pocus van het voetbal. En hij zegt zelf Franken om dat te counteren. Dus dat kan ook zijn om even die interesse voor blessing te luwen. Dat kan. Waar de onderhandeling, moesten er gesprekken zijn. Wel kan drukken. Ik vond dat wel heel schoon dat onze coach was die genoemd werd. En niet onterecht. Nee, zeker niet. En dan ik vind begin... dat je eens een stap moet zetten, Wouter, maar ik mag dat wel zeggen, hè. Nee, en dan begin ik ook te denken, ja, maar als het Club Brugge ook een optie is, want dat had ik in het begin eigenlijk niet gedacht, iedereen denkt natuurlijk aan Racing Genk, Limburger, ex-ploeg, maar als Club Brugge ook een optie is, ja, wat kan er dan nog allemaal, hè? Zwaar. Gaan we het over de spelerscarrière hebben? Voelt je nog iets... Nee, ja, Nicolas. Is het? Ja. Lof. Nee, maar ik kan over het huidige KV Mechelen gewoon al 2 uur lullen. Maar Nicolas Storm, dat is toch wel onwaarschijnlijk hoe dat jij die echt beter hebt gemaakt. Allee, of dat er iets gebeurd is in de lucht, dat die mens plots goals begint te maken. Zwaar, ook knappe goal tegen Anderlecht. Ja, maar elke week. 7-2. En iedereen zei vroeger, Nicolas Storm scoort nooit 10 golen per seizoen. En nu is het echt al een periode, al we lang. 4? Ja, en 3. Vorig seizoen was hij ook in topvorm. Het is ongelooflijk. Maar hij heeft er zelf op wel zitten werken ook. Hè. Dus ik denk dat we er wel veel over gepraat hebben al met hem. Omdat hij een heel goede actie had, maar dat hij te weinig variatie in zat. Altijd naar rechts. En nu komt hij naar binnen. Vroeger was het veel rechts naar binnen komen, korte hoek. Nu komt hij naar binnen, korte hoek, verste hoek, maakt niet uit. Gaat hij langs buiten, trapt hij met links. Dus ja, is een tegenspeler... Precies Neymar, als ik het zo... Ja, maar het is zo... Het is, allee... Op ons niveau is dat wel een cruciale speler. Hè? In de middenmoot van België zijn dat de mannen die het verschil maken vaak, hoor. Maar het is gewoon... Nu gaat hij gemakkelijker... De tegenstander weet minder goed wat hij moet doen. Ja, ja. In de scouting zag je, of in de analyses, of debriefing, sorry, van de vorige match zag je ook, als hij die actie maakte, dat de keeper al heel snel anticipeerde op die korte hoek, waardoor ja, die korte hoek nog kleiner, die hoek nog kleiner werd eigenlijk. En ja, de keepers die dat nu zouden doen, die zouden zichzelf in de voet schieten natuurlijk. En dat is goed voor hem, voor zijn persoonlijk niveau en zijn statistieken. En dat zie je nu eigenlijk vorig seizoen al en dat zie je nu terugkomen. En dus is hopen voor hem dat hij het kan aanhouden. Maar gaat op training, is dat dan 100 ballen met links trappen? Om die linkse voet beter te krijgen? Nee, gewoon de acties doen zoals hij ze graag geeft van... De 1-tegen-1 situaties, maar niet constant dezelfde. En zorgen dat die daar ook al in varieert. En op die manier daar meer gevoel in krijgen en meer
ja, vertrouwen natuurlijker maken. Maar je doet wel dat raar is. Nee, maar hij is wel training, ja, is geen gast van 19. Hij moet een keer 100 ballen op goal trappen en zijn acties. Ja. Maar het is geen gast van 19 die daar nog hard aan het werken is. Ik vind dat raar dat je zo laat in de carrière toch nog die tweevoetigheid er kunt inkrijgen. Vind ik wel straf. Ja, dat is misschien wel waar. Hij zegt, wanneer, 2 weken geleden of 3 weken geleden, zegt hij op training, na training was hij aan het trappen, met, ook met zijn linker. En knalt hij daar een paar ballen echt lekker in de hoek en zegt hij van... Goh, daar, is dat 28 of 26 moet voor geworden zijn om te zien dat er een bom in die voet zit, zegt hij. Ja, maar dat is echt heel... Als je een goede trainer tegenkomt. Nou, dat heeft met je persoon te maken, je moet er zelf op werken. Ach, kijk, hij deelt. Dat is waar. Dat is mooi. Speler, Wouter Franke? Ja, mag. Wat voor type speler was Wouter Franke? Moet je misschien even kaderen. Ik denk een hele ambetante om tegen te spelen. een lakske verraad op beeld. een aanjager, sowieso. Ik denk ook wel een leider op het veld. Een stofzuiger. Maar af en toe wel een seizoen met toch x aantal goals. Dus een moderne box-to-box middenvelder, maar vooral verdedigend, denk ik. Een moderne box-to-box in die tijd dan? Ja, ja. Klopt dat? Goh. ik was wel gewoon een ploegspeler. En als ze mij... zeiden van, je moet dit of je moet dat, ik verwacht dit of ik verwacht dat, deed ik dat wel. Maar het is wel zo dat ik 5 jaar in Sint-Truiden gespeeld heb en veel vanuit 6 gespeeld heb. En dat ik eens in Gent kwam en dat Lekens mij langs een 6 zette en zei van, doe maar. En dus niet echt met 2 zessen? 6 en 8. Maar dan is echt een 6 en 8, ja. En er stond eigenlijk geen 10. We hadden eigenlijk, we speelden met Gent bijvoorbeeld met Dominic Foley als diepe spits en dan Boussoufa er rond, die altijd naar de hoeken was. Ja, Boussoufa was wel een 10, maar... Ja, die was meer 9,5. Die ging nooit overal centraal. Die ging overal ergens anders naartoe. En om die ging ook de ruimte zoeken, zal ik zeggen. En dan hadden we met Grégoire, Christophe Grégoire aan de linkerkant en Davy de Beulen aan de rechterkant hadden we 2 jongens die er zo wat tussen de lijnen, maar de kant speelden. En dan was er heel veel ruimte om... Dat is wel goed gezien van Lekens eigenlijk. Want dat was wel de succesformule toen van dat Gent om u zo wat als werker bij Boussoufa te koppelen. Mijn beste periode in Gent gehad als speler, vind ik van mezelf. Ook aantrekkelijke ploeg om naar te kijken, hè. Aanvallend, hè. Ja, dat is eigenlijk een 4-4-2 met hoge flanken. Daarna bij Anderlecht ook heel goed gespeeld. Misschien iets nog egoïstischer toen bij Anderlecht, maar Boussoufa bij Gent, fenomenaal, hè. Dat was echt een ontdekking, hè. Ja. Ja, en dingen over onderschatte spelers, hè. Dominic Foley, hè. Dat is ook, vond ik echt... een plezier om mee te spelen. Was echt ook een ploegspeler als spits. En dat is heel serieus onderschat, vind ik zelf. Dat snap ik wel. Targetman toch meer, hè? Niet ja, maar afwerken. Het is ook zo iemand... Boussoufa is naar de kant. Iemand moet uitstappen. Foley, die kan je niet alleen laten, want als die bal daar valt, kop binnen. Ja, en dan, iedereen is bezig met die ander en ik kom daar gewoon tussenin. En dan als Boussoufa zijn assist zijn dan perfect, ja, dan moet je niet meer veel doen. Dat was ook zo, het oude Ottenstadion dat tot leven kwam. Met die ploeg, met Boussoufa, met dat lef. Ook onderschatte keeper, want eigenlijk jarenlang een hele goede geweest. Hè? Ja, dat was toch wel derde keeper bij de nationale ploeg ook en zo. Dat werd wel opgemerkt, maar iedereen vond die te klein. Dat was zo wat, dat was geen supergrote. Nu in het moderne voetbal zou dit wel moeilijker Fred hebben. Fred was ook een leider bij ons. Hè. Dat was, was hij niet kapitein ook, ja? Ja. Oké. Okay. Over te klein gesproken, dat is de periode dat Dries Mertens daar wordt doorgestuurd. Ik heb niet met Dries gespeeld. Dus, ja, die zat misschien in de reserve. Ja, oei. Ja, die komt van heel ver. Ja? Ja. Oké, dus dan gaan we niet weten of George gelijk had of niet. We gaan die reservetrainer moeten uitnodigen. Dat is de schuldige. Ja, dat is mooi. maar je begint bij Sint-Truiden, wat we daarnet al zeiden. Maar je deed dat in combinatie met Regentate Lo? Op het begin, ja. Maar nu... iets daarna is dat allemaal verbeterd, die combinatie. Bij mij zeiden ze toen, s'morgens ga je naar school en s'namiddags kom je trainen. En dan zit je daar met de ritmiek in school en geen enkel les van opvoedkunde gezien, cursus zoals van ik kan niet meer. Dus dat was eigenlijk niet doenbaar. En daarna zijn die scholen en die clubs dan bij elkaar beginnen praten meer en afstemmen meer. En dat is een belangrijke training, dat zijn belangrijke lessen. En dan dus je hebt dat niet afgemaakt? Nee, ik ben niet afgemaakt. Ver of het eerste jaar al gestopt? Het eerste jaar gestopt. Oké. Okay. Ik wou vragen of je daar dan iets aan had als trainer, maar... Ja, niet veel dan.
Ja, toen was het wel echt, we hebben dat gisteren nog besproken, de hel van Staaien. Ja, inderdaad. In uw periode. Ik heb dat geleden, in 5 jaar tijd is Brugge daar eens 1 keer gekomen gelijkspelen en voor de rest verloren. Ja, dus, dat was de schrik voor alle toppers daar op Staaien. En ik wil nu weten, waarom? Want dat was unieke aandacht voor maar, ook superveel. Eigenlijk, Sint-Truiden heeft echt een voetbalpubliek, hoor. Dat is, het is gewoon jammer dat er de laatste tijd minder volk komt kijken. Maar dat is echt een voetbalpubliek. En ja, nu met het, dat het allemaal wat afstandelijker geworden is. En dat het geen... We stonden met onze enkels in de modder, er werd wel veel gezegd, maar dat was soms ook letterlijk zo. En daar kwamen de toppers niet graag naartoe. En dan was het uit veldslagen. Ja, dat ga je niet meer krijgen natuurlijk. Hè. En dat was toch waar ze schrik voor hadden in Sint-Truiden. Nu is het moeilijker met alles wat er gebeurt. Dus ik denk dat gewoon de afstand tussen de club en de achterban te groot geworden is. De authenticiteit van Sint-Truiden, hè, voor de brand Sint-Truiden, is die omzetting naar dat nieuwe stadion met dus kunstgras een ramp. Want Staaien, als we van alle, van Goetals tot Mangelschots tot al die, dat was een slecht veld, ik zal het zo zeggen. Veel nat, modder, houten banken overal. Iedereen die klopte op die platen maakte een waanzinnig lawaai. Spelers die uit de spelerstunnel kwamen en eigenlijk al de druk van het publiek voelden. Ja, dat was toch Staaien, waar iedereen schrik van had. En ik vind dat heel raar dat je dat als club eigenlijk helemaal weggooit om iets artificiëlers te gaan bouwen. Ik denk niet dat dat... Ik denk dat ze dat terug moeten afschaffen. Maar ja, er ligt blijkbaar een parking onder het veld, dus dat kan al niet meer. Maar ja, dan moeten ze maar een nieuw stadion bouwen. In België we kunnen zo een nieuw stadion bouwen. Dat is geen kom probleem. Op. Allee, u een tijd bij Sint-Truiden, daar heb je toch waanzinnig van genoten, net omdat dat er allemaal was. Ja, dat was gewoon... Ja, dat is eigenlijk niet meer... dat is een andere tijd, precies. Ja. En wat je zegt van het publiek klopt helemaal. Hè. Sint-Truiden heeft echt wel een probleem in opkomst. Het was een derby tegen Genk. Het zat half vol, zelfs nog niet. Ja, dan moet dat toch als ploeg... Is, als je de connectie met het publiek kwijt gaat. Ja, wel. Maar dat was ook dat met stadion. De spelers. Hè. Ja. Mechelen gebeurt dat toch nog net iets meer. Dat de supporters echt contact hebben met spelers. Ja, in COVID-tijden niet natuurlijk, maar... In Sint-Truiden leven supporters daar ook van. Hè? Van echt contact te hebben met de spelers. En als dat verwatert, dan verwatert alles een beetje mee. Natuurlijk kan je dat in stand houden als je echt goede resultaten haalt. Maar als je dat dan ook niet hebt, dan gaat het een beetje bergaf, zal ik zeggen. Want ik zeg het, want de echte Sint-Truiden supporter, die heeft echt, dat is geel blauw bloed. Hè. Mijn schoonfamilie is zo. Hè. Mijn schoonfamilie zijn STVV-supporters. Ja, want daar moeten we op terugkomen. Jij omschrijft je tijd bij Sint-Truiden als een mooie tijd. En je werd samen met Miss STVV. Ja, dat klopt. Ja, dat zal wel een schone tijd zijn geweest. Dat is nu je vrouw wel vooral duidelijk. Ja. Oké. Okay. Ja. Voilà, mooi toch? Je bent eigenlijk getrouwd met Sint-Truiden dan, hè? Mis STVV. Wat wint je ook als je dat zet? Een kilo appelen, peren, ik weet het niet. Wat krijg je? Voor het leven lang gratis peren of zo. Nee. Ja, zoiets. Nee. Maar je krijgt ze niet meer. Nee, maar we de vrouw van Wouter Frank is ooit geïnterviewd voor ons supportersmagazine. En dat was echt een heel schoon interview en die leeft ook helemaal mee met je carrière. Dat ging zeggen, dat is echt een heel schoon vrouw. Dat kan ik ook bevestigen. Dat zal Wouter ook zeker bevestigen. Je bent getrouwd, hè, Winkelmans? Ja, maar alle redacteurs van Geel en Rood is... Amai, ze gaan een schoon vrouw. Ja, dat mag toch gezegd worden. Ja, ja. Maar die ik leeft heb de foto's ook gezien. Foto, ik heb dat juist laten zien. Maar... Zo bereiden wij ons voor. Ik kan naar uw vrouw kijken. Oh, zeg dat zo niet, jongen. Zeg dat zo niet. Dat was niet zo maar die leeft heel hard mee bij uw carrière. Ik vond dat zo. Ja, dat is wel zo. Maar dat is ook wel belangrijk, denk ik. Ook nu is dat gewoon uw gezinssituatie en zo. Dat is altijd iets om op terug te vallen. Want zoals je daar straks zei, als trainer, voetbal is alleen maar plezant als je wint. Hè. En aan die andere momenten... Ja, heb je toch ook wel je gezin als om op terug te vallen. En dat is ook wel belangrijk. Klopt. Je omschreef je tijd bij Gent als je beste periode. Maar het eerste jaar in Genk was toch ook echt sterk? Ja, toen zijn we tweede geworden achter uw club. Hè. Dat zijn dan mijn momentjes om te pakken. Over een paar weken pakken ze die een titel af, dat weet je toch? Dat is een van die titels, hè? Allee, daar hebben ze nog niks gevonden, laat me zo zeggen. Dat was echt wel een goed jaar. En toen hadden we echt een hele goede ploeg met Genk. Met heel veel Belgen, maar ook heel veel kwaliteit. En
en kameraadschap en ja, mentaliteit. Dus, en dat viel ineens goed, want we hadden een dramatische voorbereiding gespeeld. En was Hugo Broos die trainer. En ja, die puzzelstukjes vielen ineens goed, want we verliezen daar een geheim. Want Bosniak, Ivan Bosniak, ik weet niet of je die nog kent, ja. Die speelde dat seizoen. Die niet zo'n leek, hè. Ja, maar die heeft eigenlijk niet zo lang gespeeld. Hè. Dus enkel dat seizoen en daarna is die eigenlijk nooit op... En toen heeft hij zijn kruisbanden gescheurd, dat wil ik zeggen. Dus dat was een spits, misschien de beste spits waar ik ooit bij gespeeld had. Die was snel, die was kobbelsterk, die had techniek, die had alles, scorend vermogen. En dan op Moes Kroen, denk ik, na een match, ik weet niet, 5 of 6, ik weet niet, scheurt hij zijn kruisband. Hij is nooit meer, nooit meer op niveau geweest. En ja, toen was het Kevin van den Berg dan. En die heeft toch een goed seizoen gehad, hè? Ljubojevic hebben zo'n beetje afgewisseld. Ja. Kun je er nog aanvullen? Ik vermoed op rechts Châtel. Ja. Juhareini erachter? Nee. Hans Cornelis op rechts. Hans Cornelis, amai. Naast u op middenveld, dat moet ik toch weten. Ja. Faris Haroun. Ook. Ja. Wie nog? Buff? Nee. Hij heeft het juist gezegd, daar straks. Ja. Wim de Dekker. Tuurlijk. Ja. Op hetzelfde moment gekocht ook. Dezelfde zomer. Vind ik ook wel opmerkelijk. Dat is een beetje Hazi en Van der Hagen in dezelfde zomer. Ja, twee dezelfde types. Kost geen geld. Ja, dat kan ook. Nee, voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Ik vind vergelijkbaar type, maar ook wel complementair. Ja, Wim is nog meer controleur dan dat ik was eigenlijk. Maar dat zou je ook kunnen, misschien. Ja, maar ja, goed. In Gent had ik nu eigenlijk mijn spel eigen gemaakt van zowel verdedigend als aanvallend iets te betekenen. En daarvoor had Genk mij ook gehaald op die moment. Dus het was wel goed om iemand zoals Wim er langs te hebben. Oké. Okay. Als speler, dat is misschien minder om te zeggen, 2 bekerfinales verloren. Wat is de pijnlijkste? Het was met Mechelen en met Sint-Truiden. Ja, en bij Sint-Truiden valt je in en met Mechelen word je gewisseld. Ja, dat kan. Dat weet ik al niet meer of ik gewisseld werd met Mechelen. Ja. 66. Maar goed, de pijnlijkste was Mechelen. Ja, ik ga dat moeten opzoeken. Hè. Ja, de pijnlijkste was Mechelen natuurlijk, omdat we zelfs met 10 redelijk goed waren tegen Genk. En dan heb je het gevoel van, kijk, als we nu tegen met 11 blijven spelen, dan hadden we deze kunnen winnen. Bij Sint-Truiden was ook gewoon pijnlijk, omdat wij gewoon favoriet waren op die wedstrijd. Hè. Als Sint-Truiden zijn de favoriet in een bekerfinaal. Ja, de maand ervoor leefde iedereen er naartoe. De hele stad was geel-blauw. Het was echt magnifiek eigenlijk. En dan ga je zo ten onder eigenlijk tegen La Rivière. En dat was wel pijnlijk. Hè. De magie maar wel 2 keren na die finale wel groot feest. Ondanks de verloren dat weet ik, stond toen nog op de Grote Markt van Mechelen en dat waren helden en wij hadden net verloren. Dus dat vond ik wel mooi. En Wouter is ook onthouden omdat hij speelde met nummer 25, hè, wat stamnummer van KV Mechelen is. Dus dat wordt wel onthouden door fans. Hè. Dat is, de laatste keer. Ja. Dat vind ik wel terecht 4 op, zeker, toch? De allerlaatste. De laatste 25 van KV Mechelen. Maar dat is raar dat ze dat dan daarna nog aanpassen. Nee? Ja, er zijn nog clubs. Bij Ajax is ook zo de laatste 14 Oscar of zo geweest. Ah, okay. Of Soetar zelfs, ik weet het niet. Totdat dat een beetje een hype werd om nummers te pensioneren. Ze dachten, na Franke kan het niet beter. De keizer, we stoppen ermee. Ook nog een opmerkelijk verhaal. Je zei getrade van KV Mechelen naar Kortrijk. Goh, dat was niet echt een ruil, hè. Met Soetars wilde zeggen. Ja. Dat was niet echt een ruil. Ik denk dat het gewoon transfer op en af. Ja, het is zo'n beetje. Ja, omdat op dezelfde transferperiode 2 spelers aan de andere richting transfer maken. Ja. Maar ik denk niet dat het. Nee. Maar goed, dus omdat Kortrijk die wouden. Eigen Lekens was toen bij Kortrijk. Hè. En die kende mij van Gent en die wouden absoluut dat ik naar Kortrijk ging. En ik lag niet in de. Ik zat in een ambetante situatie in Mechelen toen. En toen heb ik die stap gemaakt. Een ambetante situatie? Ja, weet je, het was toen, ik zat toen op de bank. En, iedereen houdt onvoorwaardelijk van KV Mechelen. Nee, maar nu ben ik wel benieuwd. Nee, gewoon de relatie toen met Peter Maas was niet top. Waardoor het eigenlijk... En dan heb je aan de andere kant een trainer die je absoluut wilt gaan halen. Laten we zeggen, kort houden dat de beslissing was. Hij heeft niet de volledige uitleg, maar... Ja, er is niet veel meer aan uitleg te geven, zo, daar niet van. Ik wil wel even aanstippen, hij heeft wel een beker gewonnen, hè. Als speler.
De Liga-beker. Ja, voor de Intertoto toen. Ja. Bij STVV was dat. De Nissan Cup, gelijk dat dat toen werd genoemd. Die heeft dat was de Intertoto-beker. Nee, dat was de tweede beker in België. Je had de beker van België en daarnaast had je de Liga-beker. Ja. De Nissan Cup. Hoeveel jaar is dat geweest? Tot 2000. Ik denk dat dat 15 keer of zo geweest is. En die hebben wel gewonnen, hè? Als je ja, want gast. We zijn nog in Europa ingegaan toen, Intertoto. In Varna gezeten en in Wenen gezeten. Dat was mooie reisjes wel. Nou, mooie afsluiter. Ja. Zeker. Ik vind dat ze dat... met de Ligabeek. Ja, misschien moeten ze dat... hebben hem niet gewonnen, hè? We hebben hem niet gewonnen. Misschien voilà. Moeten ze dat terug invoeren. Misschien is dat wel een beker waarna wij dan Europees mogen spelen. Ja, wel, maar ze hebben toch uit die studio's toch gekomen dat een BN Cup getest moet worden? Dat als tweede beker? Ja, maar dat gaan wij niet winnen, vrees ik. Als we tegen Ajax of zo moeten. Ja, met die ingesteldheid. Alhoewel, Ajax ligt ons. Wij zitten hier iedereen storm, schoofs. Ja. Is Messi en Ronaldo en dan gaat het zo in de BN-cup gaan. Ja, en Ajax ligt ons, dus dat moet ik toch nog even herhalen. Goed, bedankt voor te komen. Evert, ik ben wel fier, want we gaan allebei op vakantie volgende week. En we hebben toch... Vakantie? Ik ga voor mijn werk, hè, naar Berlijn. Ja, hier... Ja. Dat is een awardshow. Je moet daar letterlijk drinken en handjes schudden. En dat is vakantie, hè, vriend. Als ik hem win, dan trakteer ik heel de crew. Hè? De award, hè. But don't get your hopes up. trouwens, op het Trossard-shirt. De winnaar is Miel de Zutter. En hij moet zijn vriend Sander bedanken. Dus Miel, stuur ons even een DM'tje met uw adresgegevens. En jij had ook nog een idee. Het shirt van Mechelen achter Wouter. Wouter, als je dat zelf zou willen signeren. Evert, jij misschien ook. En nu je zo influencer van KV Mechelen. Ja. Dan kunnen jullie een gesigneerd KV Mechelen shirt, gesigneerd door Wouter Vanke en Evert Winkelmans, winnen. En daarvoor moet je onze Instagram-pagina in doorhouden. @mitmitpodcast. Heb ik nog iets? Nee, denk het niet. Heb jij nog iets? Nee, ik zou één ding willen zeggen. Win op Beerschot. Ons beste. En jij geniet van de Mechelse koekoek. Ja, zal ik zeker doen. Oké, kijkers en luisteraars, tot volgende week. Bye.